En dan het nieuws van de dag, zo kun je het wel noemen. René Haken, weg als trainer van FC Twente. Ontslagen. Na 8 wedstrijden haalde hij 6 punten. En dat is zo teleurstellend dat het dus einde oefening is voor de hoofdtrainer. Tijmen van Wissing, jij was vandaag bij FC Twente. Heb je hem daar zelf ook nog gezien, gesproken? Nee, die laat zich vandaag niet zien in rondom de Grolsvesten. Hij heeft ook mijn telefoontje niet opgenomen, want hij zit er wel even doorheen, hoor. Het valt zwaar. Ja, nee, uiteraard. Hij had verwacht dat hij deze groep nog aan de praat zou krijgen. Maar uiteindelijk is het hem dus niet gelukt. En ja, het moment is toch ook iets wat verrassend. Maar ja, dus na 2 jaar zit de carrière van Haken erop. En we hebben even zijn loopbaan bij Twente samengevat. René Haken wordt in augustus 2015 trainer van FC Twente. Hij volgt dan de ontslagen Alfred Schreuder op. De start is goed. Tegen Ajax wordt met 2-2 gelijk gespeeld. Ondanks de crisis in Enschede wordt Haken in zijn eerste jaar 13e. En vorig jaar eindigt hij op de 7e plaats. Maar dit jaar gaat het een stuk minder goed. Van de laatste 11 competitiewedstrijden verliest Haken er 9. Er wordt thuis verloren van VVV Venlo. En afgelopen zondag werd er zelfs bij de hekkensluiter verloren. Willem II was met 3-1 te sterk. Haken stond in totaal 75 officiële wedstrijden voor de groep als trainer van FC Twente. En verloor meer wedstrijden dan dat hij er won. 33 duels werden er verloren en 27 gewonnen. Ja, en dat betekent dus einde oefening wat we zeiden. Je zei het moment dat ze hiermee naar buiten komen is een beetje gek. Waarom is dat? Nou ja, je had hem er ook naar 4 wedstrijden uit kunnen gooien. Als je sec naar de cijfers kijkt, dan is het terecht. Haken heeft gewoon slecht gepresteerd. Maar er is ook nog wat gebeurd de laatste jaren bij FC Twente. We hebben hier geregeld aan tafel gezeten. Het is gewoon nog een brandhaard. En hij heeft toch die selectie vorig jaar op orde gekregen. Is 7e geworden, goed gepresteerd. Ja, en hij is uiteindelijk dit jaar ook rustig gebleven. Ik denk dat met name Jan van Hals heel veel valt te verwijten. Er staat gewoon een onevenwichtige selectie. En ja, Guardiola, om maar een toptrainer te noemen, die haalt hier ook niet het optimale rendement uit. Kijk, maar zeg je daarmee eigenlijk, hij kan er niks aan doen? Nou, kijk, hij heeft in de laatste fase wel wat vreemde beslissingen genomen. Maar goed, die man die staat onder zo'n gigantische druk. Ik vind het dan heel gemakkelijk dat een trainer op straat wordt gezet. En je hebt hem niet voor niks in december nog een 2-jarig contract gegeven. Dus je hebt vertrouwen in die man. Ga dan ook met hem verder. Het is altijd zo gemakkelijk dat je een trainer op straat gooit. En dit is ook gebeurd uit druk, denk ik, van sponsors. Want ik heb Jan van Hals er vanmiddag naar gevraagd en die was nog nooit zo gespannen. Hè? Normaal voelt de camera en de rode lens die voelt echt als een warme jas voor hem. Hij heeft daar zoveel ervaring mee. En vanmiddag was hij aan het beven en hij was niet zichzelf en hij was zenuwachtig. Maar is dat ook omdat hij misschien voor zijn eigen positie vreest? Ja, nee, natuurlijk. Want er komt een gigantische druk op hem. En ik heb hem ook nog gevraagd van ja, want ik vind persoonlijk, hè, als je een trainer de laan uitstuurt, dan moet het gewoon totaal niet boteren met de selectie. Nou, niets van dit al was waar, want dat bleek ook toen ik hem dat vroeg. Zo niet uit de spelersgroep. Nee, kijk, natuurlijk leg je je oor... Waarom? Sorry? Waarom wel? Ja, je legt je oor links en rechts te luisteren natuurlijk. Hè, want je moet nooit in je eentje dat doen. Maar uiteindelijk ben ik wel de eindverantwoordelijke. En met wie heb je dan deze beslissing genomen? Ik ben wel benieuwd. Is dat dan van druk van de sponsoren of de media? Want die schrijven natuurlijk ook wekelijks over Haken. Zal het gemoed hier ook niet iedereen goed doen? Nee, dat sowieso niet. Kijk, ik loop al jarenlang in het voetbal en ik weet wel dat de media allerlei meningen heeft en dat is een goed recht ook. Maar daar laat ik mijn beslissing absoluut niet door beïnvloeden. In hoeverre voel je je ook verantwoordelijk voor het vertrek van Haken? Nou ja, je hebt uiteindelijk de beslissing genomen, maar in hoeverre voel je je ook echt met hem mee en dat jij ook schuldig bent aan zijn ontslag, indirect? Nou, ik voel enorm met hem mee. Maar ik heb met René uitstekend gewerkt. En dat hoop ik ook te blijven doen. En dat tekent ook zijn volwassen manier, zoals hij erin staat. Zijn professionele manier ook. Zijn clubbinding. Dat we samen gaan kijken of we nog een rol in kunnen vullen voor hem bij FC Twente. En daar gaan we wel uitkomen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ja, daar gaan ze wel uitkomen. Wat gaat hij doen dan? Ja, dat is nog even een toelichting die we wel moeten geven. Want er wordt al gezegd dat hij een andere functie gaat krijgen. Ja, dat is natuurlijk gewoon belachelijk. Hè? Daar gaan ze ook denk ik niet uitkomen. Maar je ziet Van Hals zo is Van Hals niet. Hij is niet zichzelf. En ik zou hem ook schamen als ik supporter was van Twente. Als een directeur daar zo loopt te stuntelen. Want uiteindelijk heeft hij die beslissing in zijn eentje genomen. Maar het is wel met druk van een sponsor. De spelersgroep staat nog achter hem. Die is helemaal niet gekend in deze situatie. Nou, dat is al heel vreemd. Hij is dus onder druk van... Ja, zeg het maar. Ja, maar wie controleert Jan van Hals? Het is op dit moment gewoon nog een puinhoop in Enschede. Want we weten niet wie Jan van Hals controleert. Hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de commercie. Maar hij kan het toch niet in zijn eentje. Hij is verantwoordelijk voor de technische... Nee, maar je hebt nou een financieel directeur. Die heeft de ballenverstand van voetbal. Dat is Erik Velderman. Die geeft in elk interview aan van ik weet helemaal niets van voetbal. Dat zegt hij zelf ook. Dat zegt hij zelf ook. Nou, laatst was er nog een voorbeeldje. Rini Kolen. Nou, dat is toch een behoorlijke man binnen FC Twente. Een behoorlijke staat van dienst. Ik denk dat zelfs dat jij Rini Kolen nog kent uit jouw verleden. Maar hij zegt
zegt dan in die wie. En hij weet helemaal niet wie het is. En die man heeft totaal geen verstand van voetbal. Dus die gaat echt geen beslissing nemen over of Haken nou wel of niet geschikt is. Dus ja, dit proces heeft hij absoluut niet ondergaan. Dus ja, Van Hals heeft dit samen gedaan met blijkbaar iemand in de top van de sponsorgroep. Want anders kan ik het ook niet verzinnen. En je ziet aan Van Hals dat hij aan de stuntelen is. Hij heeft zoveel dossiers op tafel liggen. En ik heb hem een aantal keren gevraagd van, nou, moet je dan zelf niet in de spiegel kijken? Want de druk is immens op hem. Hè? Hij is zo ijdel geweest om erin te stappen van, nou, doe alle petten maar aan mij, want ik ben de man die FC Twente weer uit het slop gaat trekken. Er werd allemaal gewezen naar Munsterman van der Laan. Die hebben de boel in de fik gestoken. En ik ga in mijn eentje die brandjes blussen. Nou, dat lukt hem vooralsnog niet. En hij denkt dat hij alle dossiers maar eventjes kan handelen. Ja, dat kan hij dus niet aan op dit moment. En dus gaat de druk enorm toenemen op hem. Dat zie je vandaag al. Media die gaan over hem schrijven. Ja, goed. Maar dat kan dus ook een tweede vertrek gaan betekenen. Nou, dus zover zal het nog niet gaan. Laat er nou eerst eens een beetje rust komen. Maar ja, de roep om Rutte zal alleen maar weer aanzwengelen. Want die moet dan het technische beleid gaan dat doen. Dat willen de supporters volgens ook, hè? Supporters, een deel van de supporters. Ja, van de week hebben we Hoefhoek Ermis aan tafel gehad. Kijk, ja, daar hou ik dan ook persoonlijk niet zo van, hè, dat hij dan meteen zo'n platform krijgt. En, maar misschien dat hij daardoor een beetje getriggerd is nog, extra? Nee. Maar ik heb hem dat vandaag 4 keer gevraagd. Hij heeft 4 keer gezegd van nee, ik overweeg het niet. En dat zei hij zo stellig dat, dat het echt een soort krampachtige reactie werd. En uiteindelijk zal Van Hals zichzelf ook langs de meetlat moeten leggen. Ja, want wie doet het dan wel in Enschede? Ik bedoel, hij wordt totaal niet gecontroleerd. En hij heeft deze beslissing ook genomen. En wat heel raar is, want hij zegt van ja, je moet gewoon meer uit deze selectie halen. Ja, en daar zijn de meningen nog wel over verdeeld. Want dit is geen selectie die zomaar in het linkerrijtje gaat meedoen. Dus ja, er is heel veel onrust in Enschede. En er ligt nu heel veel op het bordje van Jan van Hals. En ja, ik vraag het me af of hij het gaat managen. En dan moet hij ook nog een nieuwe trainer aan stellen. Ja, want wie is dat? Ja. Wie wordt dat? Dat is natuurlijk nu wel de grote vraag. Hij haken weg, maar er moet een nieuwe voor komen. Er worden wat namen genoemd, maar wat denk jij? Nou ja, de naam van Gert-Jan Verbeek zingt al jaren rond. Hij staat ervoor open, heeft hij altijd aangegeven. Gert-Jan Verbeek is wel iemand die natuurlijk gepokt en gemazeld is. Kent de regio goed. Is een erkende trainer. Heeft goed gepresteerd bij Heracles Almelo. De beker gewonnen bij AZ. In Duitsland heeft hij daarna wat krasjes opgelopen, maar het is een man met een goede naam en ik denk ook dat hij wel in gesprek gaat met FC Twente. En ja, het zou me niet verbazen als hij komende week voor de groep staat. Nou, dat is een poll, hè, waar je op kan stemmen. Ja, bij ons op de website. Ik heb zelf nog niet meegedaan, maar ik verwacht ook dat Verbeek de eerste kandidaat is. En ook Rutte wordt dan nog genoemd, hè. Die is natuurlijk ook vrij. Dat is natuurlijk ook een voordeel dat beide mannen vrij zijn. Maar ja, het is, moet ook nog willen. Het is geen sinecure op dit moment inderdaad. Het is nog steeds een puinhoop in Enschede. En het blijft onrustig. En het is te hopen voor al die supporters die zitten te kijken en denken van, wat is er nou weer aan de hand met mijn clubje, dat FC Twente in ieder geval verstookt blijft van degradatie. Want voorlopig draaien ze onderin mee. Wanneer spelen ze weer? Dat is zaterdagavond tegen Roda. Dat is meteen een hele bepalende wedstrijd. Beide ploegen op 6 punten na 8 wedstrijden. Dus de druk staat er meteen op. Volgende week dan Eindhoven in de beker. En de assistenttrainer moet het nu allemaal doen, hè? Voorlopig. Ja, Marino Pušić neemt voorlopig de taken waar. En dat zal niet heel lang zijn. Want ik verwacht als Verbeek en FC Twente om tafel gaan, dat ze er heel snel uit kunnen komen. Het zal me dus ook niet verbazen als Verbeek zaterdag over de groep staat. Nou, we zijn benieuwd. We wachten het af. Tijmen, dankjewel. Graag gedaan.